In Nederland zijn ongeveer 20.000 mensen besmet met HIV. HIV is een chronische ziekte die zonder behandeling tot de dood kan leiden. De verspreiding van HIV wordt voorkomen met condoomgebruik, door het op tijd testen en opsporen en door mensen die besmet zijn te behandelen. Toch komen er elk jaar ongeveer 800 nieuwe besmettingen bij. Met name mannen die seks hebben met mannen lopen risico. Het nieuwe middel PrEP kan helpen de verspreiding van HIV verder terug te dringen. Daarom adviseert de Gezondheidsraad risicogroepen PrEP aan te bieden. Dit advies is gebaseerd op meerdere argumenten. De belangrijkste is de effectiviteit. PrEP voorkomt dat je een HIV-infectie oploopt als je trouw inneemt. Het is een heel effectief en veilig middel. Ook de kosten spelen een rol. We verwachten dat we hiermee veel infecties in de toekomst kunnen voorkomen en daarmee langdurige ziekte en hoge zorgkosten. Tot slot gaat het om een groep mannen die een groter risico lopen op HIV dan de gemiddelde Nederlander. PrEP biedt deze mannen een extra mogelijkheid om zichzelf te beschermen. Daarmee kunnen ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid. PrEP werkt alleen als de juiste doelgroep wordt bereikt en het middel goed wordt gebruikt. Dat vraagt een rol van de overheid. Zo is medische begeleiding noodzakelijk voor het informeren over juist gebruik en om regelmatig te testen op HIV en SOA's. Ook is het van belang te meten of het aantal HIV-infecties afneemt of zich resistentie voordoet en of de doelgroep niet meer andere SOA's oploopt doordat ze zich veilig wanen. De Raad adviseert dit alles na 5 jaar te evalueren.